Ja. Katja Schuurman, want Evert, haar relatie is over en uit. Ja, dat deed ze de afgelopen twee weken een beetje geheimzinnig over. Vandaag geeft ze het toe in Weekblad Privé. Het is inderdaad over met de 16 jaar jongere Uniek Schrijvershof. En het leek zo'n leuk setje. Moet je gelukkig hebben we de foto's nog. Moet je toch eens even kijken hoe uh, veelbelovend het eruit zag. En het zit Katja natuurlijk niet altijd mee in haar leven. Het was, niet, uh, het was geen proefkonijn voor, voor haar. Want ze heeft uh, nogal wat liefdes gehad die eraan vooraf gingen. En die ook veelbelovend begonnen natuurlijk. Hè? Nee, Thijs Reumer, daar hartstikke verliefd op geweest, mee getrouwd en gescheiden. Nou, Thijs heeft nu andere problemen aan zijn hoofd. En ze hebben nog wel steeds contact, ze hebben natuurlijk ook een kind. En uh, dat gold ook voor haar, uh, haar laatste vriend. De uh, echtgenoot, moet ik zeggen. Al was het al dubieus of, of ze uh, daarmee uh, getrouwd uh, Freek. was. Vreemd. En uh, dat was in een weiland gesloten, dat huwelijk. Maar volgens mij kun je in een weiland niet officieel trouwen. Dus ja, maar dan ga je, toch, dan ga je toch stiekem ja, maar op maandag. Daar, daar werd aan getwijfeld of dat ook inderdaad ooit gebeurd was. Was. Maar ja, deze Niek en zij konden het heel goed vinden. En uh, helaas uh, is het uh, ten einde. En dat zegt ze nu zelf ook. Dus ja, net als Sylvie eigenlijk. Hè? Die parallel kun je wel trekken. Twee vrouwen rond de veertig die het uh, geluk maar niet kunnen vinden. Hmm.